Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Op dit moment is het 2 december. Gisteren hebben jullie kunnen zien dat wij naar Tsjechië gaan. We hebben dit heel snel besloten om toch maar even naar Tsjechië te gaan. En we zitten nu in de auto ergens in Duitsland. We hebben even net wat gegeten bij de McDonald's daar zo. Helaas is dat vast, vast stekkie. Vaste stekkie voor de Pyro trips. Maar goed, we gaan zo meteen weer op pad. Ik neem jullie zo meteen mee. En het is nog even, wat was het even? Hoe lang was het nog rijden? 5 uur is het geloof ik. Ja man, het duurt, duurt echt nog super lang voordat we er zijn. Ik denk 5,5 uur of zo. Klopt. 5,5 uur rijden ongeveer. En ja, dat is dus nog even een stukje voordat we eindelijk aankomen in Tsjechië. Want wij gaan dit keer naar Tsjechië. Het is nu december. Iedere dag komt er een video online, mensen. Gewoon iedere dag om 4 uur. Behalve op zaterdag en zondag, dan komt hij om 12 uur. Maar ik denk dat de meeste van jullie dat al weten. Via Instagram en zo heb ik sowieso wat naar buiten gebracht daarover. Als we straks aankomen, wat gaan we dan doen? Gaan we gelijk naar de eerste shops. Het zit volgens mij niet op een markt, maar het is een beetje verdeeld overal. En dan... Precies, dus jullie kunnen de komende dagen, kunnen jullie om iedere dag om 4 uur, kunnen jullie Tsjechië vlogs verwachten, Tsjechië video's. Dus ik hoop dat jullie dat super vet vinden. We gaan weer op pad. Jullie zien ons zo weer. Later. En dan gaan we hopelijk snel het hotelkamertje in en dan weer eruit, hoppakee, naar de markt. En dan hoop ik dat er heel veel is. En ik hoop dat jullie het vet vinden dat wij sowieso weer een trip maken. Want eigenlijk zijn de Polen-video's net afgelopen of wij gaan weer naar Tsjechië, mensen. Zoveel zin hebben we erin. Ja, heel veel zin in. We zien jullie zo weer. Een paar uur later, mensen, en we zijn richting Tsjechië. Zoals je kan zien, nog 38 minuten. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ja, nog 38 minuten en we komen aan. We zien hier al gelijk dat het wat meer donker is dan in Nederland. Ook omdat het natuurlijk avond wordt. Maar ook omdat het bewolkt is hier. En dat geeft altijd wel een lekker sfeertje. En de kerstbomen zie je ook al aan de zijkant staan. Dus dan weet je dat je in Tsjechië bent. Moeten we hier niet naar links? Nee. We wilden al een video opnemen, maar ik denk dat het te donker wordt. Dus als we aankomen zometeen gaan we gelijk naar de markt. En dan nemen we jullie even mee. Ik moet wel zeggen dat ze heel streng zijn met filmen, dus daar komen we zo meteen even achter. Maar wanneer we zo meteen bij de grens komen, dan zal ik wel weer even filmen. Ja jongens, we zijn nu in Tsjechië. Hebben net voor jullie het bord gemist. Maar als het goed is, is hier wel een bord. Dus kijk, je moet even kijken. Kijk, ik schijn er nu op. Ik schijn er nu op. Zie je? Hier rechts. Kijk eens jongens. Česká republika. En gelukkig is er geen auto achter me. Česká republika, jongens. We gaan nu naar het hotel. Hier zie je al de markt. Als de cameraman hem even wil overnemen. Ja, joh. Dan kan je even filmen naar links en naar rechts. Want daar zie je sowieso vuurwerk zo. En dat doen we wel even. Want je ziet hier sowieso alleen maar... Ik krijg raak te horen dat er sinds vandaag geen vuurwerk meer verkocht mag worden. Nou, dat kan best. Dus dit is nog even zoeken. Dat kan echt. Moet je kijken hoe het hier uitziet. Gek, hè? Allemaal Aziaten. Oeh, kijk. Ze zaten al te kijken. Ja? Oh, het ziet er wel hier wel gelijk wel heel anders uit dan in Duitsland. Echt, wat? Hè? Mooi. Kijk, hier was vuurwerk. Maar goed, hier heb je in ieder geval, maar die is zeker dicht. Eindelijk, mensen, staan we op de hotelkamer. Hij heeft al gelijk zijn plekje ingenomen. Om even te zitten. We zijn onze grote vriend tegengekomen die even een pakketje voor ons heeft afgeleverd. En zoals jullie net al zagen, we zijn bij het hotel dus aangekomen. En in ditzelfde hotel zat ik ook met Ruben een tijd terug. Jullie hebben denk ik die vlogs toen de tijd wel gezien. Voor de nieuwe abonnees, jullie kunnen die vlogs nog steeds kijken. Was ik met Ruben van Extremeheids hier en
ja, hebben we natuurlijk ook vlogs opgenomen. Het is best wel apart om dan nu hier te komen. Met deze jonge kerel. We zijn fucking moe. Maar dat weerhoudt ons niet om zo meteen eventjes richting de markt te gaan. Om te kijken of ze hier nog steeds zoveel hebben als toen. Want ik moet je zeggen, toen wij toen gingen, in die tijd, toen liepen we dus de markt op. Er zijn heel veel Aziaten, eigenlijk alleen maar Aziaten. En die laten dan zien dat ze nitraten hebben in zo'n... ja. Ja, gewoon zo... Achter... Dan hebben ze inderdaad nitraten gewoon voor een dingetje, een paar weet je. En dan zien ze dat je vuurwerk wilt en dan nemen ze mee naar achter. Gaat er gewoon zo'n schilderijtje open. Het klinkt echt heel erg sprookjesachtig, maar het is echt zo. En dan gaat er een deur open en dan beland je in een bunker. Dus voor de mensen die mij nu niet geloven, check de video's van toen. Hopen dat er ook iets open is. Ja, we gaan zo meteen echt als de malle moer gaan we die kant op. Dat checken we zo wel gelijk. Want dan gaan we misschien ook nog wat stoken in deze vlog. Want we komen natuurlijk niet na 8 uur hier aan zonder te stoken. Dus, al met al gaan we zo even die kant op. En wat gaan we doen met eten? Gaan we even iets opzoeken? Even naar Mackie gaan. Ja, als hier een Mackie is, dan is het een checkie. Dat is niet geweest. Klopt. Ik hoop dat jullie alvast even een like omhoog willen doen. Voor het feit dat ik in mijn eentje, omdat deze kerel geen rijbewijs heb, 8 uren lang auto gereden. Hey. Geef even een like. Ja mensen, binnenkort zien jullie meer. We hebben namelijk een box gekregen van onze grote vriend toen we hier aankwamen. En morgen en de komende dagen zullen jullie wel meerdere video's zien van wat hier allemaal binnen is gekomen. En dan gaan we dit even afsteken. Maar ik ben om deze echt benieuwd man. De Horror 6 mix. Lijkt wel snoepjes. Kom deze eens. Overgrote jongen. 4 inch. En morgen laat ik alles zien. Dus binnenkort mensen, in de volgende video's zien jullie alles. En we gaan zo meteen naar de markt. Zoals beloofd gaan we alsnog zo meteen even naar de markt. We gaan daar namelijk wat kopen. Maar wat hier binnen is gekomen, dat gaan jullie binnenkort nog wel zien. Dus doe even een like omhoog. En ben je blij met de doos? Zeker. Goed geregeld. Komen we nu aan bij de markt. En de meeste zijn dicht. God voor de tering, joh. Nou, ik mag niet schelden. Laten we maar even parkeren bij dat bord dan. Van Potucky. Kijk. Check eens. Czeska Republika. Ja, jongens. We zijn er weer. We gaan even kijken of iemand nog open is met vuurwerk, man. Want toen ik met Ruben hier was, best wel laat, toen was alles nog open. Oh. Dus we gaan het zien. Ja jongens, ik hoop dat jullie mij goed kunnen zien. We lopen nu door de straten hier van Potucky. Kijk. Alles is gesloten. Echt, we zijn echt serieus net te laat denk ik. We moesten natuurlijk ook snel naar de hotelkamer. Anders waren we daar te laat voor om in te checken. Dus ik ben bang dat we echt te laat zijn. Maar we gaan even snel nog even kijken. Ja. Dus we zijn nu weer onderweg naar het hotel. Moeten we even doorschakelen. Aardig stukje rijden. Ja, een uur rijden nog. Nee, 40 minuutjes. Moet kunnen. Als of niks is. En dan zien we jullie zo meteen weer. Het is iets te donker, man. Zo, helaas was die markt dicht. Helaas was die markt dicht. Maar in de volgende video zullen jullie wel meer zien. Van vuurwerk natuurlijk. Ik heb daarnet natuurlijk ook al wat knallers laten zien. Zien jullie ook binnenkort. En vandaag was een beetje een drukke dag. Omdat we die reis hebben gemaakt. Dus ik hoop dat jullie het alsnog een leuke vlog vonden. Zoals jullie zien, we zijn weer op de hotelkamer. Die meneer, die eigenaar hier, super chille man. Maar die staat elke keer op de balkon daar zo. Ja, we dus, keken daar zo. Ja, dus we gaan niet zomaar even filmen van we staan nu voor de auto, voor het hotel of zo. Want misschien vindt die man het helemaal niet chill. We zijn, zoals ik net al ook al heb gezegd, naar de McDonald's gereden. In totaal 1,5 uur weer even gereden. Want meneer, hij wilde naar de Mac. Dus we zijn hier op de hotelkamer en daarom ga ik de video ook afsluiten. Ik ga deze vlog direct editen en jullie zien hem nu, dus hij is al klaar. Morgen komt er om 4 uur weer gewoon een nieuwe video online. Geen vlog, die komt over een paar dagen volgens mij. Of in ieder geval het schema zal ik wel even in de beschrijving zetten. Maar de vlogs die komen er ook aan, maar morgen is er weer een nieuwe Tsjechië video om 4 uur mensen. Want vanaf nu is het iedere dag. Is er een video in december. En voor je het weet kunnen we vuurwerk halen, bestellen in Nederland. En dan is het gekhuis, man. Gaan we naar Duitsland, alles. Begint het. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een like. Oh, ik ben zo moe, jongen. Zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe even een like omhoog. En ik zie jullie morgen weer om 4 uur. Later.
Much can, much can, much can, much can, much can.